Het proces om te komen tot de grensbepaling tussen Suriname en Frans-Guyana op de Lava- en Marowijnenrivier is in volle gang. Dit zei Ildis Polak Bigli, minister van Buitenlandse Zaken, gisteren tijdens een gesprek met een Franse delegatie onder leiding van ambassadeur Antoine Joly. De twee landen zullen meerdere gesprekken voeren met betrekking tot diverse aspecten van de veiligheid. De minister wijst erop dat Suriname de vorige maand ertoe over is gegaan om de grens met de Fransen te bespreken. Er zijn 4 onderhandelingsronden met de Franse autoriteiten gehouden op technisch niveau. 3 interne consultatieronden met de plaatselijke bevolking op Stoelmanseiland, Dritabbetje en Albina. En voor de komende periode staat gepland een tussentijdse consultatieronde en een gezamenlijke verificatieronde met de Fransen. Minister Polak Bigli zei verder dat 1 gespreksronde niet voldoende is om te komen tot oplossingen voor zaken die te maken hebben met de veiligheid van beide landen. Ze hoopt wel dat het eerste gesprek vruchten zal afwerpen. Ik spreek dan ook de hoop uit dat er concrete oplossingen en samenwerkingsmodellen uit deze vergadering zullen voortkomen die we gezamenlijk zullen moeten implementeren. En meneer Prefect, ik ben het eens met u. Als we tenminste 3 dingen samen kunnen bereiken, dan zijn wij succesvol geweest. En dat er nog meer rondes nodig zullen zijn om uw gedachten gestalte te geven. U zei, we moeten bruggen bouwen en we moeten in dialoog blijven. En daarmee ben ik eens. En ik geloof ook dat dit niveau moet worden getild op een hoger politiek niveau, waardoor wij gezamenlijk kunnen geraken tot de oplossingen die wij graag willen zien. BUSA-minister Ildis Polak Bigli. Ze sprak gisteren met een Franse delegatie onder leiding van ambassadeur Antoine Joly over veiligheidsaspecten van beide landen.